Hoi, je kijkt naar een hele nieuwe Fan Friday video. En vandaag gaan we iets geweldigs doen. Ik ga namelijk de meest populaire trending TikTok filters uitproberen. Ik zie ze altijd maar op TikTok langskomen, maar het is nu tijd om ze zelf eens een keertje te testen. Allereerst heb ik nog wel een super leuke challenge voor jou. Namelijk om deze video een duimpje omhoog te geven. Alleen, welke hand moet je hiervoor gebruiken? Dat hangt ervan af. Heb jij wel eens een keertje de app TikTok gebruikt? Gebruik dan je linkerhand om dat duimpje omhoog te klikken. En heb je zoiets van, huh, TikTok, wat is dat? Nog nooit van gehoord. Gebruik dan je rechterhand om op dat duimpje omhoog te klikken. Ik ben er heel erg benieuwd naar. Vergeet daarbij ook zeker niet om nog eens eventjes op dat belletje te klikken dat naast de abonneerknop staat. Want op die manier blijf je altijd op de hoogte van elke nieuwe video die ik upload. En hoef je er nooit meer eentje te missen. En dan gaan we nu meteen door naar het allereerste gedeelte, namelijk merch sale. Ik heb een mega tof nieuwtje dat ik heel erg graag met jullie wil delen. Want volgende week vrijdag is het Black Friday. En dat betekent dat het natuurlijk de dag, of eigenlijk het weekend is, waarin er hele goede deals worden gegeven. En nu wilde ik daar zelf ook heel erg graag aan meedoen. Jullie weten dat ik een merch shop heb. En ik heb ervoor gezorgd dat ik de allerbeste, tofste, geweldigste deal aan jullie kan geven. Namelijk 50% korting in de hele shop. Wow, dat is echt een gigantisch grote korting. Dus dat betekent letterlijk alles wat je ook maar kan kopen, haal er 50% van af. Nogmaals, dat begint volgende week vrijdag op 27 november. Dat is Black Friday. En het gaat het hele weekend door tot aan Cyber Monday. En dat is 30 november. Zet het dus zeker eventjes in je agenda, want dit wil je absoluut niet missen. 50% korting in de hele shop vanaf Black Friday. En dan gaan we nu meteen door naar testing TikTok filters. TikTok is een hele bekende app voor allemaal verschillende soorten filmpjes. En een van dit soort filmpjes die echt heel erg populair zijn, zijn filters. En ik maak zelf ook TikTok filmpjes, alleen ik gebruik niet zo heel erg vaak de filters. Lijkt me wel leuk om een keertje uit te proberen, dus ik dacht, weet je wat? Ik zet ze gewoon allemaal samen en ga ze testen in de video van vandaag. Ik heb mijn telefoon hier voor me, TikTok staat open en ik heb een aantal filters uitgekozen die echt mega populair zijn. Deze is eentje van een hamerhaai. En het idee is dus dat je zeg maar de haai hier zo voor je ziet zwemmen. Maar als je het op je hand zet, dan kun je het voelen. Schijnt. Ik weet niet. Het zit op het scherm. Dat is toch best wel dom. Maar goed, we gaan het gewoon even proberen. Oké, daar komt de haai. Ik zet mijn hand hier zo neer. En ik ben heel benieuwd. Oh! Ah! Wow! Oh! Oh! Wat? Hoe? Eeuw! Het voelde inderdaad alsof het gewoon echt op mijn hand zat, jongens. Waar is de haai nou? Oh, kom, laten we het nog een keer proberen. Ik ben heel erg benieuwd. Moet hij wel over mijn hand komen? Oh my... Oh, ik voel het oprecht gewoon hier zo in mijn vingers. En niet over mijn hele hand, maar gewoon alleen op de gedeeltes waar de haai dus ook echt gewoon overheen gaat. Hoe is dat mogelijk? Oké. Hallo, zo zie ik er normaal gesproken uit. En laten we dan eventjes het schetsboekfiltertje openen. Oh, wow. Huh? Huh? Waar zijn mijn irissen gebleven? Ik heb ineens helemaal geen ogen meer. Oh, ah. Dit is best wel creepy eigenlijk. Ik ben wel heel erg benieuwd, want zoals je kunt zien is dit natuurlijk een schetsboek. Maar werkt het ook op mijn eigen schetsen? Oké, we gaan het gewoon eventjes testen. Dit is een tekening van Dylan Hagens. Dus eventjes mijn gezicht uit de weg. Wow! Oh my god, dat is zo cool. Nina Houston. Deze is ook heel erg leuk. Hallo, herkend? Ja, kijk! Weet je wat dit eigenlijk gewoon betekent? Dat ik het goed heb getekend. Dus dat zelfs de telefoon het herkent als een gezicht. Hahaha. Als je op TikTok zit, dan heb je vast en zeker wel de filmpjes gezien waarin mensen hun haarkleur veranderen. En... Wow! Wow! Hij heeft deze voorste gele plukjes gewoon lichtblauw gemaakt. En de rest is donkerblauw. Maar dat is het dus gewoon. Blauw aan één kant en roze aan de andere kant. Ik vind alleen niet dat het me echt heel erg goed staat. Dus laten we kijken naar een andere kleur. Oh! Nou, dit is een stuk beter. Dit is best wel fel qua kleur. Kijk wat grappig! Hij maakt dit gewoon roze. Ik denk dat de verdere kleuren mij gewoon wat beter staan. Ja, dit vind ik dan echt driedubbel niks, hè. Lijkt ik net alsof ik heb overgegeven in mijn haar of zo. Wat is dit? I love it! Dit is geweldig. Dit wil ik hebben. Ik wil gewoon voor altijd en eeuwig regenbooghaar hebben met glitters. Of misschien is dat wel roos. Maar weet je wat? Het maakt niet uit. Het lijkt gewoon op glitters. Dus dan vind ik het helemaal prima. Als je op TikTok zit, dan is er gewoon geen enkele manier waarop je deze filter niet hebt gezien. Dus ik ga hem er even bij halen. Kijken of ik er wat uit kan krijgen. Oké, ik klik erop. En hier is een lijntje. En wat hij dus eigenlijk doet, is hij neemt gewoon een foto van... Wat die...
heeft gezien. Nou ja, zoals je kunt zien, dit doet de filter vooral. Laten we gewoon eventjes een andere proberen. En kijk, oh, we kunnen het vanaf de zijkant doen. Wacht, ik doe het zo. Is die langs? Oh my god! Zo creepy. Het ziet er vreselijk uit, jongens. Wat is dit? Oh ja, ik heb er eentje gezien waarin je dus jezelf helemaal kaal kan maken. Dus ik ga dat even proberen. Let's try this. Oké, ik ga zo beginnen. En dan... Wow, kijk nou eens eventjes naar die wenkbrauw en het ziet er zo creepy uit. Dit is echt de ultieme creep. Zoals je kunt merken ben ik er niet heel erg goed in, maar het is wel hilarisch. Ouder worden hoort natuurlijk bij het leven, maar we kunnen het proces wat versnellen met deze speciale TikTok filter. Ik ga mezelf zien met de ouder filter en... Woe! Oh, hij staat nog niet aan, jongens. Wacht, 3, 2, 1, go! Wow. Oh, je moet wel eventjes praten met zo'n stemmetje, weet je wel. Dat past gewoon ietsje beter. Ik weet niet waar dat accent ineens vandaan komt. Maar op zich, het is niet slecht. Ik herken mezelf bijna niet, maar vooruit. Oké. Wacht, ik ben ook wel heel erg benieuwd. Ik heb natuurlijk nog steeds mijn schetsboek hiernaast liggen. Wat gaat er gebeuren met Nina Houston? Sorry, Nina. Here we go. Oeh. Hey, weet je wat? Dat ziet er nog niet eens zo heel erg slecht uit. Ik zou willen dat ik dit zo had getekend. Dat zou wel echt heel tof zijn. Op zich, hele toffe filter. Wauw. Oeh. Gelukkig, ik zie er niet echt al te lelijk uit. Dus ik ben blij. Wat ik zelf trouwens echt heel erg bijzonder vind, is wat deze app allemaal kan. Met al die filters en gewoon een camera van je telefoon. En dat is namelijk dit effect dat ik in andere TikToks heb gezien. Je zet dus, je tekent eigenlijk gewoon midden op je scherm. En dan onthoudt die... waar je bent, super bijzonder, want je kan er doorheen lopen. Je kan het dus van dichtbij bekijken. Hoe ontzettend gaaf is dit? Wow. We gaan gewoon eventjes door de kamer heen lopen. Laat ik nog wat andere dingetjes tekenen. Allereerst maak ik love, net zoals dat lampje daar zo. Als we het gewoon vanaf hier bekijken, ziet het eruit als het lampje erachter. Maar het is dus oprecht gewoon in 3D. Love. Wow. Wow. Hoe cool is dit? Oh, dit lijkt oprecht gewoon op een soort van achtbaan. Dus laten we door de achtbaan gaan. En go. Wow. Yes. Oh, dit is echt zo tof. Zo tof. Oké, ik ga door. Ik zie dat mensen hier met deze filter anderen echt heel erg vaak pranken. Het is een unicorn filter. En let's do it. Wow, die haren. Dit is te grappig. Wacht, ik wil het gewoon nog één keertje zien. Here we go. En dan is deze ook heel populair. Moet je namelijk kijken of je tot de 100 kan komen als je lacht. Oké, here we go. 3, 2, 1. Oeh, wow, het lukt me gewoon. Echt super makkelijk. En lukt het om tot de 0 te komen? Bijna. Deze filter is ook heel populair. Al deze knopjes, daar kun je aan trekken. En dan kun je je gezicht heel erg raar en gek eruit laten zien. Oeh, nou, ik zie er wel echt super sexy uit zo op dit moment. Laten we even kijken als we alles zo naar binnen brengen. Oh nee, deze omhoog is toch wel leuker. Nu lijk ik net op een alien. Nou, dat waren de filters die je op TikTok kan vinden. Maar op TikTok zijn er ook nog een aantal filters die heel populair zijn. Die je bijvoorbeeld van Snapchat kunt halen. Dus we gaan er eventjes nog een paar uitproberen. Allereerst zie ik deze Among Us filter echt heel veel langskomen. Dus ik ga... Wow, ik ben mezelf, maar dan in een Among Us figuurtje, helemaal in 3D. Maar ik ben normaal gesproken niet die kleur. Wacht, welke kleur ben ik? Hè? Oh, ik ben vergeten. Ik ben het vergeten, jongens. Oh ja, ik weet het weer. Ik ben bruin. Oh nee, er zit geen bruin in. Man. Ik vind het super lelijk eigenlijk, om heel eerlijk te zijn. Maar ook wel grappig. Het is ook wel leuk om gewoon mijn eigen gezicht er zo in te zien. Vervolgens gaan we door naar deze filter. En dat is de anime filter. Dus dit is eigenlijk gewoon als iemand jou in een anime figuur gaat maken. Dan kom je er zo uit te zien. Ik ben benieuwd. Oh, hello. Ik heb het gevoel dat ik gewoon een beetje zo met dit stemmetje moet praten. Want dat past beter bij mijn figuurtje. Dit lijkt totaal niet op mij. Ik vind het op zich wel leuk. Maar tegelijkertijd heb ik ook het gevoel dat ik eruit zie als elke typische anime moeder ooit. En de allerlaatste filter is deze baby filter. En dan kom ik er dus uit te zien als, ja, letterlijk een baby. We gaan het zien. Hallo. Wow. Hallo. Ze ziet er wel echt heel erg jong uit. Ik zeg wel ze, maar ik
Dat ben ik gewoon. Het ziet er op zich wel schattig uit, maar tegelijkertijd ook heel creepy. Omdat ik gewoon mijn normale lichaam heb. Echt super lange armen, maar dan echt zo'n babygezichtje. Ik vind het hilarisch. Het was echt een super leuke video om te filmen. Wat zijn deze filters geweldig. Maar we zijn natuurlijk nog niet helemaal klaar, want het is nu tijd voor 20 Second Wrap-Out. Hania, Raven, Noortje en Helene, Demir, Isaura. Hayar, Emila, Iris, Quinty, Daphne, Abi, Laura. Alyssa, Randy, Rossum en Debbie, Hooglander, Nina. Brit, Leila, Isa, Bente, Juliette en Mina. Yusra, Meer en Merve, Cutie, Color, Zet en Clara. Dora, Melissa, Nikki, Cassie en Kiara. Linde, Empin, Claudie, Kat en Demi, Vera, Anna. Sanne's World, Isabeau, Fanny, Hoog en Hanna. Yes, je hebt deze video helemaal tot aan het einde bekeken. En wil je nou ook heel erg graag met jouw naam en je reactie in de 20 Second Wrap-Out van volgende week komen? Dan kun je daar ook kans maken door er gewoon eventjes te vragen in de reacties hier onder deze video. En gebruik zeker het woordje wrap-out, zodat ik hem weer kan vinden. Ik ben er heel erg benieuwd naar. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei doei!